Ja, deze expositie die is eigenlijk gekomen omdat ze bij Huis van Katoenen nu op dit moment in het rondje van het huis geen expositie hadden. En natuurlijk vanwege de coronamaatregelen en de weinige bezoekers die we eigenlijk hebben gehad natuurlijk voor, ja, helaas. En er werd gezegd van, ja, we moeten eigenlijk iets leuks hebben om daar in te zetten. Ik zei, nou, ik kan wel wat inzetten. Ik heb nog wel iets van Lego en dat is misschien wel leuk, ook omdat we richting de herfstvakantie gaan. En toevallig dat ook de films weer op televisie komen. Dus vandaar deze collectie. Ja, want er staat van alles van Lego. Hoe komt zo die fascinatie? Ik denk dat ieder kind eigenlijk wel opgroeit met Lego. En dat is bij ons thuis was dat net zo. En ik heb nog een jongere broer. En dan zaten we ook in de herfstvakantie weer. Lego World Zwolle was er dan. En daar gingen we naartoe. En dan kwamen we weer thuis met nieuwe Lego. Dat moest dan gebouwd worden. En zo is het eigenlijk wel rustig doorgekabbeld totdat je dan zelf kinderen krijgt. En die krijg je dan ook weer, ga je ook weer Lego bouwen. En zo is dat heel langzaam gekomen. Een beetje fascinatie met de First Lego League via de basisschool De Telgenborg. Waar mijn zoon in het team heeft gezeten en mijn dochter. En ja, dat is ook alweer 14 jaar geleden. En iedere keer komt dat dan wel een beetje weer terug. Want er staan hier echt stukken, die zijn al 19 jaar oud. Die zijn van 2001. Het allereerste stuk van de Lego, dat is de sorteerhoed, die uit de Philosopher's Stone, oftewel de eerste film, die heb ik dan ook. En ja, in de loop der jaren is het iedere keer wat bijgekocht. En zo simpel is het. Idolaat is een groot woord, hoor. Ik vind het gewoon leuk. Je vindt het gewoon leuk, maar Harry Potter vind je dus ook gewoon leuk. Ja, de boeken hebben we verslonden. Mijn kinderen natuurlijk ook hebben ze gelezen. Ja, en dan komen die films uit en dan denk je van, oh, er is ook Lego van. En dan ga je beginnen. En ja, die expositie, hoe lang gaat die hier nog door? Deze blijft staan tot eind november. En dan gaan we kijken, als we in december nog geen nieuwe mensen hebben die hun hobby en CQ-verzameling in het rondje van het huis willen zetten. Dan gaan we toch kijken of we in de maand december nog de kerstlego erin kunnen zetten. Want daar heb je dus ook een heleboel lego van. Daar heb ik ook wel wat van, ja. En hoe lang doe je er nog over om zo'n huis in elkaar te zetten? Dat zijn dagen. Dan moet je echt zien aan dagen. Ik werk natuurlijk gewoon, dus dan gaat het 's avonds gewoon. Het kasteel had ik uit elkaar gehaald, omdat ik gewoon thuis te weinig ruimte had. En ik had dat netjes weer opgeborgen. En daar zijn we zondagsmiddags om 4:00 aan begonnen. En donderdags heb ik hem hierin gezet. Dus zondags hebben we gebouwd met 4 man. En een uurtje of 3, 4, want we hebben tussendoor gewoon gegeten. Dus wees niet bang, we zijn niet helemaal gek ervan. En maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond. En toen was die donderdagavond was die klaar. Dus er zitten echt uren in.